Mevrouw Stroop is nog steeds niet op school. Een week had meneer erover gezegd en dan zou ze terug zijn. Wat heeft ze eigenlijk, vraagt Sien aan de rug van de rover die het bord schoonveegt. Traag draait hij zich om. Hij denkt diep na, alsof hij wel weet wat mevrouw Stroop precies heeft, maar dat het hem nu even niet te binnen schiet. Ah, vast een griepje, zegt Yusuf. Het hangt in de lucht. Mijn vader is ook al 3 weken geveld. Als het je te pakken heeft, laat het je niet zo makkelijk meer los. 3 weken, piep ik? Yusuf kijkt naar hem om en knikt. 3 weken, zegt hij. Ik denk, moet ik dan nog 2 weken wachten voor er iets over het toneelproject mag gezegd worden? Dat hou ik niet uit. Ik ken mezelf. Ik kan het nu al niet meer houden.